Politieke Week. Ja, maar we beginnen met Mariska Orban-Dehaas. U bent hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En u heeft ruzie met een Tweede Kamerlid van de VVD, Janine Hennis-Plasgaard. En dat begon eigenlijk allemaal met dit poppetje. En dit poppetje beeldt eigenlijk een foetus uit van 10 weken, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. En mevrouw Plasgaard heeft die, en ik geloof alle Kamerleden, in de bus gekregen op een bepaald moment, in haar brievenbus. Ja. Werd daar kwaad over, ging twitteren, want dat doen Kamerleden die kwaad worden tegenwoordig. En dat leverde de volgende tweet op. Na verschillende miskramen valt zo'n brief en model foetus niet zo lekker. Kan ik je vertellen? Ja, eerst heeft ze eigenlijk iets anders gezegd. Ik heb een werkelijk walgelijke brief, moederschoot tot ground zero, model van embryo ontvangen van de hulpbisschop van Roermond. En daarna de, tweet die hij net oplas over die miskramen. Dat heeft geleid tot een open brief uiteindelijk die u aan haar hebt geschreven. U heeft contact met haar gezocht, of tenminste via haar voorlichter, om een soort dubbel interview te maken, geloof ik, met haar en de hulpbisschop. Ja. Dat is niet gelukt? Ja, dat was niet gelukt. Wat wij jammer vonden was dat de boodschap van monsieur de Jong niet was overgekomen. Het verhaal ging eigenlijk alleen maar over de manier waarop, hè, de brief en het poppetje. En we hadden zoiets van, ja, dat is eigenlijk een beetje een gemiste kans. We wisten ook van horen zeggen dat monsieur de Jong het heel jammer vond dat hij onbedoeld haar pijn heeft gedaan. Dus we dachten, ja, dan kunnen we misschien die boodschap nog een keer brengen, zodat die boodschap wel aankomt. En dan op een andere manier waarop wij haar niet kwetsen. Ja, ja dat is niet echt gelukt. Dat is niet gelukt. U heeft toen uiteindelijk een brief geschreven. En dat is een lange brief best. En daar staat één alinea in die wij opzienbarend vonden. Best VVD-Kamerlid, later gebruikte ook lieve Janine, u heeft verschillende miskramen gehad. U heeft nooit uw eigen kindje kunnen vasthouden of het liefdevol in badje mogen doen. Zo'n gemis kan pijnlijker zijn dan ik mezelf als moeder van 2 kinderen kan voorstellen. Ja, maar daar wil ik wel even bijzetten, want dit is 1 citaat. Ik heb deze brief geschreven niet als moeder zijnde van 2 kinderen die wel kinderen heeft gekregen, die haar wil sneren van kijk nou eens, wij zijn wel moeder en jij niet. Ik heb zelf ook een miskraam gehad, dat staat ook in een brief. Juist vanuit de ervaring om een miskraam te hebben gehad, om het zelf te hebben meegemaakt hoe het is om een kindje te verliezen. Kan ik me bijna niet voorstellen, als je heel graag een kindje wil, dat aan de andere kant mensen een kindje dat gewoon gezond is, laten aborteren. Dus dat is de reden dat, dat wij dat op die manier hebben aangepakt. Maar vond u het niet heel erg privé eigenlijk allemaal? Nou, uiteraard is het heel erg privé. En zij heeft op Twitter laten weten dat ze miskraam heeft gehad. Zij heeft dat als VVD-Kamerlid op Twitter gezet. Maar is het niet privé als je dan zegt, u heeft nooit uw eigen kindje kunnen vasthouden of het liefdevol in badje mogen doen? Dan zie je dat beeld van die vrouw die dat niet kan. Alleen maar omdat zij iets getwitterd heeft en u zich het recht voorbehoudt om daar dan een hele brief over te schrijven. Ja, mijn bedoeling was niet om haar hiermee te kwetsen. Mijn bedoeling was juist om te laten zien, als je heel graag moeder wil worden, en dat is heel pijnlijk omdat het niet lukt, dat het van de andere kant heel erg cru is dat andere mensen zomaar in de samenleving een abortus kunnen laten plegen. Meneer Blok, het is uw Kamerlid. Mevrouw Hennis Plasgaard, over wie het gaat. Ja, ja. Ik heb Janine hier een aantal keren over gesproken. En ze is natuurlijk tot in het diepst van haar ziel geraakt. Het is voor een vrouw verschrikkelijk om geen kinderen te kunnen krijgen, een aantal miskramen gehad te hebben. En ze wordt daar nu op deze manier mee geconfronteerd. Ja, dat raakt haar zo diep. Ik vind het echt heel erg misplaatst. Ja, dat was absoluut niet de bedoeling. We hebben ook misschien als even tussendoor, want anders blijven we te lang alleen bij deze brief hangen. Er is natuurlijk nog een kleine geschiedenis aan vooraf gegaan. U heeft namelijk een brief voorgelegd aan een medewerker van mevrouw Plasgaard, van wat u wilde schrijven. Ja. En zij liet duidelijk merken dat ze daar niet van dat ze dat niet wilde. Ja, daarop hebben wij een nieuwe versie gestuurd. Ja. Heb ik geprobeerd zij wilde niet aangeven wat ze precies vervelend vond aan de brief. Dus ik heb geprobeerd om die. Maar dat is al erg genoeg. Het gaat erom dat dit. U heeft een ander standpunt over abortus. Dat deel ik niet, dat deelt Janine Hennis niet. Maar u mag dat standpunt hebben. Maar dat u deze manier kiest, zo persoonlijk, om dat te publiceren, daar zou niet eens een discussie over nodig moeten zijn. Ja. Het is op zich een logische voortzetting van de actie. Het is wel consequent.
U zegt daarnet van ja, het is dan helemaal niet de bedoeling om daar mensen pijn mee te doen. Maar ik vraag me af waarom dat kindje er anders in zit. U heeft dat ook in de bus gehad, meneer Quinn. Het is toch juist de bedoeling om mensen te shockeren? Ik vond dat dus ook. Ik dacht ook van dat vind ik, dat is wat mij betreft, is dat niet de manier om op een gegeven ogenblik een standpunt weer te geven. Nee, maar ik zie, ik constateer meer in het al veel vaker dat dit soort heftige acties ook gevoerd worden. En ik ben daar niet blij mee. En ik vind wat, ook, hoor, maar wat het punt wel is, is wij doen de discussie over een abortus wordt heel vaak op een heel zakelijk niveau betrokken. Maar het is niet hetzelfde als je gaat naar de tandarts en je trekt er een kies uit. Het gaat om het leven van een mensje. Maar het gaat hier over een miskraam van een mevrouw. En dat kunt u toch op geen enkele manier gelijkstellen met abortus? Die vergelijking heb ik niet in eerste instantie gemaakt. Maar betrek het er dan ook niet bij? Nee, maar ik heb dat alleen die vergelijking heb ik alleen gemaakt omdat Janine Hennis dat zelf heeft gedaan. Omdat zij als Kamerlid die vergelijking trekt van ik vind het walgelijk met hoofdletters. Ja. Dat mij zo'n poppetje in de brief wordt gedaan. Dan begint ze de discussie over abortus. Betrekt zij dan haar eigen persoonlijke gekleurde leven mee? Nou, het is heel moedig van een Kamerlid, denk ik, om je eigen persoonlijke gekleurde leven daarmee bloot te stellen. En dan gaat u er nog eens overheen met die brief. Nou, dat was niet mijn bedoeling geweest. Nooit uw eigen kindje kunnen vasthouden en liefdevol in bad kunnen doen. Ja, zo heb ik het niet, absoluut maar niet. Als je dat opschrijft, je bent met een laptop, ik weet niet hoe u schrijft. Je schrijft dat op, je kijkt zo'n zin nog eens na. U heeft nooit uw eigen kindje, het gaat dus niet over uw kindje, maar over dat van een mevrouw die dat niet heeft. Heeft u niet kunnen vasthouden, niet in badje kunnen doen. Denkt u niet, nou dit is toch voorbij de rollenbladen waar ik nu mee bezig ben. Ja, als je de hele brief Katholiek leest... Katholiek Nieuwsblad heeft, dat is toch... Als je de hele brief, dat andere uitgangspunten heeft. Ik kan me niet voorstellen dat als je de hele brief leest, dat je dan niet kunt voorstellen dat ik dat niet uit een intentie heb gedaan om haar totaal niet te kwetsen. Maar als u dan hoort... goed, stel nou dat ik u dan... Ik heb zelf ook niet... een miskraam gehad. Ja, okay, dus als iemand weet... Het is geen wedstrijd wie de meeste miskraam heeft gehad. Het gaat erom dat u heeft gehoord dat deze mevrouw zich heel erg gekwetst voelt. Dat heeft ze laten weten aan u. En toch gaat u door om die brief te sturen. U had ook kunnen zeggen, weet je wat, ik doe die brief niet. U stuurt op dinsdag, vraagt u. Ik geloof dat jullie dinsdag wat te doen hadden, of niet? Toen waren we redelijk druk bezig. Maar hoe dan ook, het signaal is gekomen... En dat was eigenlijk al overbodig, dat dit natuurlijk echt helemaal niet kan. En toch is ervoor gekozen om het vandaag op de website te publiceren. Morgen gaat dat gewoon ook nog gepubliceerd worden in het nieuwsblad. Ja, het lag zelfs dat gaat nog door. Je kunt zelfs tegen een drukker zeggen, dat doen we niet. We gaan een dag later uitkomen met een ander nieuwsblad. Toch? Dat kan. Kan. Ja, dat zou u kan ook excuses, kunnen, maar excuses aanbieden. Kan heb ook. Ik gedaan, ja. Ik heb haar gebeld. Zijn die ontvangen? Ik heb haar persbegeleider gebeld en die zou het doorgeven. Ik heb gevraagd of ik haar... Ik kon haar, mocht haar telefoonnummer niet hebben. Ik heb gevraagd of ik haar kon... Want ik wilde haar graag persoonlijk spreken. Ja, ik wacht nog steeds op een telefoontje of ik dat kan doen. Ja, goed. Ja, het siert u dat u uw verontschuldigingen overbrengt. De Janine Hennis was vandaag niet aan toe om dat van u in ontvangst te nemen. Maar... Ik denk dat de moeite waard is dat u het nog een keer probeert. Ja, laatste woord aan Quinn. Eén ding. Kijk, het ging een beetje ook de suggestie vanuit dat mensen die een miskraam of die een abortus willen, dat die dat maar zo doen. En daar geloof ik dus helemaal niets van. Nee, integendeel. Het zijn niet vrouwen zoals ik en Janine Hennis die een abortus pleken. Nee, het zijn juist... dat moet u als linkspoliticus moet dat u aanspreken. Het zijn juist de vrouwen... Uit de allochtone vrouwen die... Kom op, er is niemand naar mijn gevoel, maar dan ook helemaal niemand... die denkt van, ach, ik ga nou maar even een abortus doen. En daar bent u ook verantwoordelijk voor, en u ook. Jullie zijn ervoor verantwoordelijk dat er geen goed alternatief is... voor radeloze vrouwen die zwanger zijn, misselijk zijn, niet weten wat ze moeten doen... en die veel te makkelijk ik geloof daar dus helemaal niets van. Want die cijfers liegen daar niet op. Een op de vijf vrouwen krijgt een depressie na een abortus. Iedere vrouw die op een gegeven ogenblik abortus pleegt... Die denkt daar heel goed over na. En ik twijfel er geen moment aan dat er niemand is... die denkt van, nou nee, hup, ik maar abortus. Zo gaat het niet. Goed, zo gaat het ook niet. De wijze waarop dat is ingericht... artsen die kijken dat ook, die zijn daar zorgvuldig mee. En ik vind... En af en toe hoef je niet eens waarom vragen te stellen, met deze actie, om het op zo'n manier te doen, gaat de
suggestie vanuit, we doen maar. We gaan door. We gaan door met Stef Blok en Job Cohen.